Vandaag zijn we te gast met de loco bij de ATB-vereniging in Oldebroek. Diverse grote evenementen dit jaar al georganiseerd. Onder andere de Street Race. En einde jaar een geweldig evenement hier op het terrein Sportpark Stuyvesant. Allemaal georganiseerd door de ATB-vereniging Oldebroek. En wij gaan in gesprek met de voorzitter, met Arie ten Hove. Arie, voorzitter van de ATB-vereniging. Ja, bijzonder. Ook einde jaar hebben jullie nog een geweldig evenement op de benen gebracht. Ja, we hebben een sms-actie georganiseerd. Kijk, er moet toch nog een beetje geld binnenkomen. Het is de bedoeling dat dat geld besteed wordt voor de Street Race voor 2014. Ja, sport en organiseren, dat is jullie toevertrouwd. Als we terugkijken op 2013, hebben jullie de Street Race in Oldebroek georganiseerd. Ook dat was al een geslaagd en succesvol evenement met duizenden mensen. Ja, dat klopt. Het was zeker een mooi evenement. We hebben er goede reacties op gehad. We hebben het laatst een evaluatie gehad met de gemeente. En die was ook goed te spreken over het evenement. En het is een bedoeling dat het in 2014 het nog een groter evenement gaat worden. Dat wordt het een tweedaags evenement. Een tweedaags evenement in Oldebroek in 2014. Even terug naar de actualiteit. We zitten nog midden in de competitie van de diverse wedstrijden. Ook vanavond uniek, een avondwedstrijd in Oldebroek. Ja, we zijn er een paar jaar terug mee begonnen. Het bevalt goed. Ja, veel publiek op de avond, dus mooie wedstrijden. Ja, aan het eind van het jaar, iedereen vindt het gezellig, dus kan niet beter. Ja, de ATB-vereniging en jouw bestuursleden blijven ons verrassen met activiteiten. Heb je nog voldoende tijd om zelf van de wedstrijdsport te genieten die je hier samen organiseert? Oh, van de wedstrijdsport wel, kan ik wel genieten, maar vanzelf fietsen kom ik niet meer aan toe. Dat is op dit moment niet gebeurd. Arie, bedankt en heel veel succes. En jullie ook bedankt. De SMX-actie van de ATB-vereniging is natuurlijk mede een succes door Jennifer en Edgar. Jennifer, ik heb begrepen dat jullie al heel wat uren aan deze actie hebben meegewerkt. Dat klopt helemaal. Wij hebben al heel veel uren aan deze actie meegewerkt. Ja, het is een hele organisatie en wij zijn blij dat we hier mogen zijn om hier te draaien. En dat gaat dus ook heel veel uren duren, want 6 uur zijn we begonnen. En Edgar is van plan om tot 7 uur morgen vroeg door te gaan, dus kun je nagaan. We zijn benieuwd, maar Jennifer, ik heb begrepen dat jij ook doorging tot 7 uur. Nou ja, als hij ja zegt, dan moet ik eigenlijk ook ja zeggen. Nou, dat is nu vastgelegd bij deze. Ja, jullie geluid is natuurlijk bekend in de gemeente Oldebroek, de gezichten erbij. In 2014, ook jullie programma weer? Ja, ons programma, dat was de bedoeling dat hij weer via de street race, zeg maar, via het podium, ja, mogen wij de artiesten, zeg maar, weer voorstellen. Dus inderdaad, we zijn al bezig met een aantal artiesten en we hebben alweer een viertal artiesten. Dus we gaan eigenlijk gewoon stilletjes door. Ja, 2 dagen actief namens de loco en voor de ATB-vereniging. Jennifer en Edgar, super bedankt. Graag gedaan, u ook bedankt. Oké, okay, en we gaan zeker ook op zaterdagavond weer naar jullie luisteren. Dat is zeker de moeite waard. Vanaf 8 uur tot een uur of 2 s'nachts. Oké, Jennifer Redker natuurlijk bij de loco. Iedere zaterdagavond met Nederlandstalige muziek voor u. We hebben hier een van de jonge deelnemers, Michel Plakmeijer. En Michel heeft net gereden. En Michel, ik zie dat je nog lang niet moe bent, of wel? Niet echt. Nee, niet echt. Michel, hoe oud ben jij? 12. En hoe vaak heb jij al meegereden hier bij deze ATB-competitie? Dit is de 6e keer. Oh nee, 5e. Vijfde keer. En dat, die weet ik niet zeker. Maar hoeveel ben jij vandaag geworden hier? 4 van achteren. Ah, dat is toch hartstikke mooi. Maar je bent nog lang niet moe, of wel? Nou, wel een beetje aan mijn benen. Wel een beetje aan je benen. In ieder geval heel mooi dat jij mee hebt gedaan, Michel. En zien we je in januari hier ook weer rijden bij de wedstrijden? Ja. Oké, okay, we rekenen erop. Veel succes. Bedankt. Dank u wel. De dans van het leiden is jou. Walter Roorijen, met de van de kruisweg, de zijn hier betrokken. Een heel go, Mandy! We zien passage, doorkomst hier en we zien dat
de leiding natuurlijk in handen is van Wouter Rijen met de twee van de Kruiswegs. Daarachter een mooie wedstrijd hier vanavond op het Loo. Ja, burgemeester, u zou eigenlijk op de fiets staan, maar u bent toeschouwer en u heeft een startschot gegeven. Ja, ik vind het wel spijtig dat ik niet mee kon doen. Het lukte me even niet vanwege de gezondheid. Maar en als ik meedoen, dan wil ik ook echt meedoen. En ik wil niet na één ronde afstappen. Dus daarom heb ik er maar voor gekozen om niet mee te doen. Maar ik ben wel blij dat ik erbij kan zijn. En dat ik inderdaad het startschot kon geven. Want het is natuurlijk fantastisch om dit evenement mee te maken. Ja, ATB-vereniging Oldebroek, een groeiende vereniging. Ruim 180 leden. Een prachtige accommodatie die ook in de avonduren voorziet voor mensen die hard werken en s'avonds willen sporten. Het moet u goed doen dat deze sport in Oldebroek zo bloeit. Ja, het is natuurlijk een fantastische accommodatie wat ze hier met elkaar hebben gerealiseerd. Het ziet er echt super goed uit. Dus dat motiveert ook goed. En ik vind het ontzettend fijn dat er zoveel jongeren ook zijn die aan deze sport doen. Het is ook wel echt een sport van hier, vind ik. Echt een sport voor Bikkels. Ja, dat is een sport voor deze omgeving. Maar het is natuurlijk ook super gezond. Bewegen is gezond, maar zeker met dit soort sporten waar je zoveel conditie van krijgt. En het is ook een sport die echt tot de verbeelding spreekt. Ja, de ATB-vereniging heeft u al twee keer weten te strikken voor deelname tijdens de Street Race. De derde editie staat ook vast in 2014. Zien we u weer in wedstrijdtenue? Absoluut. En ik ben op dit moment doende ook met de collega van Renen om een aparte categorie voor burgemeesters georganiseerd te krijgen. Oké, dan, nou, we zijn benieuwd als dat gaat plaatsvinden in 2014. Als we de strijd hier zien, wat is uw indruk van de mannen op de baan? Nou ja, ze zijn allemaal goed geconditioneerd. Het is een stevige strijd. Er zijn natuurlijk wel een verschil tussen de toppers en degenen die wat achteraan hangen. Maar ze geven het niet gewonnen. Ze gaan er echt voor. Mooie strijd om te zien. Ja, wat uw voorbereiding betreft op de street is, ik zag u ook al in gesprek met Stone om Sport. Betekent dat u het materiaal nog extra gaat aanscherpen voor die street race? Nou, ik had de vorige keer, moet ik eerlijk zeggen, een leenfiets. Ik heb zelf een racefiets, ik had geen mountainbike. Maar ik dacht, ik ga niet weer een leenfiets gebruiken. Ik heb nu zelf een fiets gekocht. Ik ga er echt voor. We zijn benieuwd, we gaan het volgen. In ieder geval bedankt. Graag gedaan. Oké. Eén keer bij u terug. We staan hier bij de nummers 2 en 3 van de ATB veldritcompetitie op deze 30 december een avondwedstrijd. De vijfde etappe was het in een lange competitie. En natuurlijk waren de mannen van het Loo erbij. Zowel Dennis als Raymond. Dennis, terugkijkend op de wedstrijd. Tevreden? Ja, ik ben heel tevreden. Ik had een goede start. Ik kon gelijk mijn boten mee. En ik zag gelijk al een kloofje hadden op de rest. En ik zag dat Raymond ook een redelijk goede start had. Die zat op 3. Dus ik denk, ik probeer met Wouter dat Wouter iets inhoudt. Dat Raymond erbij komt. Maar Wouter reed wel hard door en toen kwam Raymond bij mij en toen moest ik eraf bij Raymond. En toen, maar het gat werd niet groter en ook niet kleiner. En op een gegeven moment denk ik van goed doorbijten, reed ik weer terug naar Raymond. En toen hebben we samen lekker gereden. Eerst geprobeerd om nog naar Wouter te rijden. Ja, dat lukte niet en toen samen geprobeerd. En de laatste ronde geprobeerd hard te maken, lukte niet. En word ik in de sprint geklopt door Raymond. Ja. Ik ben heel tevreden. Ja, prijzen moeten nog verdeeld worden. Raymond, wat is jouw indruk van de wedstrijd? Technische baan hier op het Loo. Ja, eigenlijk kun je op loopafstand van je huis hier rijden, of niet? Oh, klopt. Kort afstand. Over de wedstrijd ben ik niet echt tevreden. Ik kom net terug uit een blessure. Mist gewoon pure wedstrijdritme en de explosiviteit. Ik ben nu alweer druk aan het trainen, maar dat is nog niet echt op de explosiviteit. Dat is meer voor de zomer. Dus, het wedstrijd komt beter, maar we moeten bij neerleggen bij de tweede plaats. Gezondheid is natuurlijk belangrijk. Hè? Je moet een gezond lichaam hebben. Je bent aan het herstellen, begrijp ik op dit moment. Wat rij jij landelijk? Ik ga nu nog even volgende week zaterdag rij ik een nationale cross. Om over 2 weken het NK nog proberen goed te rijden. Dan ga ik me helemaal voorbereiden op het mountainbiken. En dan gaan we de Nederlandse competitie rijden en dan misschien nog een paar Duitse competities en heel misschien nog een Belgische competitie.
paar wedstrijden hier op de weg en dan weer voorbereiden voor volgend seizoen op het veld. In ieder geval Provisiat met de mooie tweede plaats die je behaald hebt hier. Die mag er zeker zijn. Dennis, ook jij natuurlijk Provisiat met die derde plaats. Wat ga jij landelijk nog doen? Ik rij volgende week zaterdag, of aankomende zaterdag, ik Sint-Michiel Gestel. Dan rij ik een nationale cross. Daarna ga ik het NK in Gieten rijden en dan kijken hoe dat gaat. En dan heb ik onder andere mijn motorbike ook alweer van Cannondale gekregen. Dus dan ga ik me weer helemaal richten op motorbike seizoen. Ga ik de nationale competitie rijden en een paar NW Cup. Dat is in Duitsland competitie. En kijken of ik nog wat in België ga rijden. De rest zie ik wel. En dan weer ga richten op het veldrisseizoen voor volgend jaar. Oké, okay, Dennis en Raymond, allebei heel veel succes. En dank dat jullie ons te woord wilden staan. Twee mannen van het Loo hier, die op een thuisbaan een hele mooie prestatie hebben neergezet. Hier, vlak voor de jaarwisseling.